Gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen. Voor wooncomfort moet u zijn op de Markt 29 in Boksel. Joosten Glas en Schilderwerken. Joosten kunt u vinden aan de Van Merheimstraat in Boksel. Kalman Media Producties en Koppen Bouwgroep Liem. Vandaag in Dommeland Live gaan we heerlijk smikkelen met patissier Marieke van Beurden. Hebben we onze eigen Emmy Award winnaar Lars Jennis in de studio samen met zijn vader Wim. En hebben we ook Bokselse actualiteiten, namelijk aangaande het PAS, het programma Hoogfrequent Spoor. Want er zijn enorm veel vragen vanuit de gemeenschap. Wanneer komt het? Gaat het überhaupt al door? En daar hopelijk komen daar antwoorden op vanuit Bas Schel en Ludwig van Duren. En alles, dat alles onder begeleiding, muzikale begeleiding van niemand minder dan Dennis Wels. Het is vandaag 10 maart, dinsdag 10 maart. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Ja, bij mij op de bank Marieke van Beurden en Kees Melis, de docent waar je ooit jouw mentor geweest, volgens mij. Hè? Marieke van Beurden, patissier. We hebben wat beelden. Laten we daar eerst even naar kijken wat je zoal kunt maken, wat je zoal maakt. You can see she's really concentrated, she knows what she's doing. When you see the showpiece of Marieke, you know, the base is very, very narrow, very small base. So she has taken lots of risk on this base, and I believe that this will be really appreciated. Just amazing. The colors are incredible as well. That's beautiful. Yeah. Really beautiful. So I think that represents the queen bee, I believe. Yeah. We spoke to her team a bit earlier, and I think that's the queen bee. Beautiful structure. Absolutely, lots of movement. And I suppose they're very, what people might not realize is they're extremely heavy as well, aren't Absolutely. They? Absolutely, a showpiece like that can weigh from 30 kilo till more than 100 kilo of chocolate. Yeah, absolutely. I'm very happy with design. I'm competing for Netherlands, but I live in Hong Kong. So as Hong Kong is a lot of buildings, a lot of architecture, but they do have on the rooftops urban honey. So basically that's where the whole idea came from, where nature meets the city. Marieke, waar was dit? Dit was in Parijs op de World Chocolate Masters Final. Afgelopen, of ja, eigenlijk anderhalf jaar geleden bijna nu. Want het zag echt fenomenaal uit. Ja, het was... Je hoorde er voor jezelf al, hoeveel kilo woog dit? Het woog 35 kilo en het was 1,75 meter hoog. Oké, ik weet eigenlijk wie je bent, maar waar zouden de mensen thuis jou van moeten kennen? Zoal? Nou goed, ik kom eigenlijk uit Boksel. Of kom uit Boksel, maar ik ben nu al 13 jaar weg uit Nederland, omdat ik echt mijn carrière in de patisserie wilde doen, maar meer restaurantpatisserie. En daardoor ben ik door verschillende landen heen getrokken. Dutch Chocolate Master geworden, 2013, maar ook Dutch Pastry Award in 2004 gewonnen. En in Frankrijk een aantal wedstrijden gedaan om elke keer maar net die lat hoger te leggen. Zo. Je maakte hier, wat we net zagen, een prachtige creatie. Maar waar haal jij normaliter je inspiratie eigenlijk vandaan? Daar kan van alles komen. Het is voornamelijk ook wanneer ik ga rennen. Ik woon nu in Hongkong, ik ga heel veel rennen in de bergen. En ja, gewoon wanneer je hoofd leeg krijgt, daar kom je met ideeën. Of uit kunst, of uit designmeubels. Het kan van alles en nog wat komen. Dus je plukt overal iets eigenlijk vandaan? Ja. Wauw. Hey Kees, leuk dat je ook hier in de studio bent. Jij was vroeger de mentor van Marieke. Klopt. Was een leuke leerling. Heel leuk. Ja. Ja. Ze heeft nu één kleur en toen op de vakschool had ze verschillende kleuren iedere week anders. En dat was natuurlijk heel erg leuk. Het waren allemaal toppers in Wageningen. Wageningen was natuurlijk een school die voor het eerst eigenlijk landelijk bekend stond. Een school waar alle leerlingen ook landelijk vandaan kwamen. Het was de enige middelbare bakkerijschool in het land. Dus de leerlingen die daar kwamen, die wisten wel wat ze wilden worden. En dat was bij Marieke ook zo. Ja, want was dit sowieso, dit vak wat je nu beoefent, al een droom die je als heel klein meisje al ooit had? Ja, ik wist toen ik 11 was al dat ik dit wilde doen. Dus daarom ben ik ook naar Eindhoven, toen al mijn middelbare school was toen in Eindhoven. Ik had geen zin om gewoon een MAVO of VMBO te doen. Ik wilde direct al met het vak bezig zijn.
En beetje bij beetje door wat je ziet, door het Nederlands patisserieteam startte toen, ja, zie je elke keer weer net iets meer. Ga je over de grenzen kijken en dan wil je hoger, hoger en hoger. Omschrijf haar eens als ja. leerling vroeger. Je was haar mentor, ja, dus dat klopt, je kent haar goed. Ja, goed. Ja, we hadden een nieuw onderwijssysteem en dat was natuurlijk wennen, maar ze koos daar wel een hele goede weg in. Het was een systeem waarin we probleemgestuurd onderwijs opstarten en dat gaf soms wel eens heel veel problemen. Maar dat betekent wel dat de leerlingen die daar echt vaktechnisch kwamen, daar hun ding deden. En, ja, Marieke heeft daar ook binnen haar klas ook veel in gedaan. Hè. Je hebt ook nog buitenlandse stage gedaan. Ja. Dus ja, daar begon het verhaal eigenlijk mee. Ik herinner me nog, en misschien dat ik dat even hadden moeten voorbespreken. Maar we hadden iets gehoord. Oh. Kees al van tevoren gesproken, Marieke. Je had vroeger een beetje last van heimwee, klopt dat? Een beetje heel erg. Nu vlieg je de hele wereld over. Ja, maar... Mijn ouders die wonen op een boerderij, we hadden paarden. Het was gewoon, je komt thuis van school, je kunt de tuin in. En daar kom ik bij een hospita op een zoldertje. Ja. En ja, ik kon op een kookplaatje, een elektrisch kookplaatje koken. En dat was het. Ja, dat was even iets zwaarder dan ik had verwacht. Want toen ik vertrok was het, ja, ik ga op kamers. Doei, pama. Mama. Ja. Hoe ging je daarmee om als mentor? Nou, dat is natuurlijk, dat ging eigenlijk heel goed. Haar ouders zijn heel erg betrokken, ook bij jouw opleidingen. Ze zijn altijd overal bij. En we hebben in dat mentorgesprek dat toen besproken. En je bent veranderd van kamer, meen ik. Je bent in de Hoogstraat gaan wonen. En Waren is natuurlijk een geweldige uitgaansstad, echt een studentenstad. Maar in het weekend is het leeg. En, maar wel een heel bruisende stad om daar echt te studeren. Ja. Ja. Ik heb ook gelezen ergens, jij zegt, een van jouw leuzen is, op wilskracht kun je enorm ver komen. Ja, absoluut. Kun je dat onderbouwen? Of... Ja, weet je, als je iets wilt bereiken en je hebt de passie voor wat je wilt doen, kun je daar op een of andere manier komen. Kijk, het is geen makkelijke weg. Het is hard werken, veel opgeven. Ik werkte elke vrijdagavond al in de bakkerij de hele nacht door. Wanneer vriendinnen gingen stappen, al op 15-jarige leeftijd, zeg maar. Zij gingen stappen, ik ging werken. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk altijd geweest. Kijk, ik heb heel veel van mijn privéleven op moeten geven om te komen waar ik nu sta. Mm-hmm. En dat moet je wel willen natuurlijk. Maar net als vrienden, heel je sociale... Ja, net zoals kerst. Ik ben al 6 jaar niet meer thuis geweest met de kerst. Je werkt, als je in Michelinsterren restaurants werkt, dan kun je het vergeten dat je vrij bent met de kerst. Ja. Dus dat zijn van die dingen, verjaardagen, al dat soort dingen. Je moet bruiloften missen. Ja. En daar kan niet iedereen als vrienden mee omgaan, maar een hele hoop ook weer wel. Want die begrijpen wat jij wil bereiken. Ja. Hey Kees, is Marieke voor jou, je geeft er nog steeds, steeds les, hè? Ik geef ze steeds patisserielessen, ja. Is Marieke nou iemand... die als een soort van voorbeeld gebruikt naar de leerlingen die je hedendaags les geeft? Ik zal het je sterker vertellen. We hebben een prachtig patisserielokaal. Daar heb ik een etalage in met alle producten van de leerlingen. En één stuk van die etalage die is ingericht voor Marieke. Daar staat die bij, staat daarin. We hebben op de rode pannen heel veel excursies. En het verhaal, daar staat haar presentatie. Dat heb je gebruikt voor de Chocolate Master. Volle buis, muts op. En die gebruiken dan ook om dat aan te geven bij de rondleidingen. Dus dat is echt wel een voorbeeld, ja. Als PR is het natuurlijk heel belangrijk, maar ook voor die leerlingen om ergens naartoe te gaan. En je hebt ook wel die wilskracht. Die leerlingen willen ook echt dat vak in. Leerlingen die vroeg kiezen voor een bepaald beroep, zijn vaak de echte doeners. Ja. En die hebben echt de motivatie om ver te komen. Ook in sterrenbedrijven te werken, inderdaad. Daar veel uren te maken. En ze komen met een lege koffer. En ze gaan met een volle koffer, komen ze terug. Die wilskracht en dat doorzettingsvermogen, heb je dat ook op andere vlakken, vraag ik me dan af? Jawel. Ja? Dus niet dat je dat alleen dat je thuis op de bank zo... Nee, ik heb 2 keer 100 kilometer gelopen in Hongkong, dus dat deed ik er ook nog even naast. Ja. Even? Even ernaast. En dus ik doe een beetje alles wat meer een mens niet doet. Ik had een motor in Frankrijk, ik kitesurf. Alles waar een beetje adrenaline in zit. Maar je hebt al enorm veel bereikt, hè? Op jouw leeftijd, bizar. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat zijn je wensen nog? Wat zou je stiekem wensen? Stiekem? Nou, dat weten eigenlijk wel heel veel mensen al. Maar ik zou heel graag mijn eigen zaak willen. De Sterbar met de luxe patisseriewinkel. Het probleem is, waar ga ik dat openen? Mm-hmm. En daarom heb ik nu wel ook ontslag genomen bij mijn baan. Werkgever? Ja. Ik ben dus net voor mezelf begonnen. Of ik ga volgende week
officieel echt beginnen. Heel spannend. Ja, ja. Ja, ik kijk er wel enorm naar uit. Dus ik weet, ja, het is heel iets anders, maar het is voornamelijk... ik ga meer doen met creatie. Dus ik ga consulting doen voor verschillende ingrediëntenbedrijven. Mm-hmm. En daarvoor ga ik over heel Asia-Pacific en een aantal Europese landen vliegen... om dat weer aan andere pastry chefs te leren. Mm-hmm. En op die manier kan ik nog meer met creatie bezig zijn. En dan hoop ik ook de voorbereiding naar een eigen zaak toe. Ja. Nog even kort, want jullie gaan straks hier in de studio tijdens de uitzending ook wat lekkers maken. Hier, ja, leuk. Op tafel zijn er ook allerlei lekkere dingen. Dankjewel in ieder geval. Ja, ja, ja. Verwennerij. Kees, aan jou nog een korte vraag. Tegenwoordig hebben we allerlei programma's à la Heel Holland Bakt, et cetera, et cetera. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk een geweldig, als docent een geweldige promotie voor ons vak. Maar daar zit heel veel basis aan de grondslag. Dus leerlingen moeten echt beginnen om vanuit die basis grondstoffen te leren werken. Mm-hmm. En dan komt het helemaal goed als die leerling echt die passie heeft om die top te halen in de patisserie. Begin bij een goede bakker, begin bij het goed onderwijs. En zorg ervoor dat je dingen gaat doen, je eigen weg daarin kiest. En dan komt het helemaal goed. Ja. Ja. Ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. Ik kom straks bij jullie terug. Ik ben enorm benieuwd wat jij van jullie gaan maken. Ja. En ik zei het al, een muzikaal intermezzo. Ik zou zeggen, Dennis, take it away. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant down in Burnville at barrack number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie, and Frankie ain't no good. Me and Frankie laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood. Take turns dancing with Maria as the band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he's straying like any brother would. Man turns his back on his family. Kijk, lekker Dennis. Chapeau. Lars. Hoi. En vader Wim. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Hé hey Lars, Emmy Award winnaar, hè? Ja. Voor de film Alles Mag. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Heel veel interviews nu. Nu is het wel weer een beetje voorbij, maar net de week dat je terugkwam was meteen echt heel late night. En nog heel veel andere kranten en zo die wilden en de hulde gingen zo. Dus heel veel interviews gedaan. Ja, want hoe kunt u het een beetje omschrijven? Wat voor impact heeft het gehad nu de afgelopen weken? Wat is er zo allemaal gebeurd? Want jullie wonen in Liemt, hè? Redelijk relatief rustig dorpje. Ja. Ja, dat begint nou eigenlijk wel een beetje te bezinken. Maandag was eigenlijk de eerste dag dat het weer een beetje normaal was. En nu begint eigenlijk even na te denken wat er allemaal gebeurd is. En dat is gewoon heel geweldig geweest allemaal. In New York, dat was natuurlijk heel mooi. We hebben daar mee hebben gemaakt, de uitreiking. En waren jullie mee naar New York? Ja, ik was mee geweest. Oké. Okay. Ja, en ik samen ook. Samen ja. Ja, jij was ook bij Lars? Ja, ik was ook bij Lars. Gelukkig. Ja. Wel, omschrijf dat. Hoe was dat? Ja, de uitreiking hadden we. We hadden een middagprogramma. En de deelnemers kregen allemaal, die genomineerd waren, kregen een medaille. En er was een interview. En s'avonds was er ook weer een diner op de pier aan de Hudson. En dat was ook de uitreiking. En 's middags waren we als laatste aan de beurt, waren we de laatste categorie. En s'avonds zaten we aan tafel en plotseling hoorde ik dat over onze film ging. En eigenlijk niemand die aan tafel zat had er eigenlijk geen dat al over ons ging. Ja, want Lars, we gaan nog even terug naar het moment, hè? Ja. Jij zit daar in die zaal. Ja. Met allerlei bekende mensen, volgens mij.
Ja, daar viel wel mee eigenlijk. Viel er mee? Er waren heel veel producers die waren er. En ja, ook regisseurs en zo, die kwamen natuurlijk die Emmy allemaal ophalen. En er was één jongen en die heb ik een paar dagen geleden heb ik die weer ergens op een Amerikaanse serie heb ik die weer gezien. Dus het was zo cool dat ik die dus had gezien. En heb ik nog een beetje mee staan kletsen en zo. Maar dat was ook het enige kind en samen met mij. En er was toch een ander meisje van 7 of zoiets, denk ik. Dus ja, ik was de enige ook uit de nominatieklasse als kind. En die twee die moesten presenteren. Maar jij zit daar? Ja. Doef, 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 doef. Ja, het was zo dat... Of was je heel relaxed? Ja, toen was ik nog wel even relaxed. Omdat ik dacht van, we zijn pas toch over 20 minuten zijn we aan de beurt. Dus ik kan nog wel even relaxen. Ik kan nog wel even op mijn mobiel of zoiets. En... Met wie was je aan het appen dan? Oh, met niemand. Nee, het was nee, maar ja. Ik dacht, daar was het 9 uur, dus daar was het 3 uur. Oké. Okay. Bij jullie was het toen 3 uur s'nachts. En ja, toen hoorden we ineens van, ja, van een jongen die bij de Majorette speelt tot een jongen die overleeft in het wild. En toen dachten we van, is dit onze film? Yeah. Zitten ze niet fout? En toen, ja, toen kwam dus de en de winner is en dan Anything Goes. Dus iedereen die was helemaal aan het juichen en zo. Maar het kwam dus heel onverwachts. En ik denk als we als 6e waren geweest, dat ik wel heel zenuwachtig was geweest. Ja, ja, dat snap ik. En je staat er op dat podium. Hè? Ja. In Amerika. Heel bijzonder. Hoe heeft de rest van het er daarna uitgezien? Wat hebben jullie daarna gedaan? Daarna hebben we daar nog meteen een persrondje gehad. Of ja, helemaal heel veel foto's en zo. En Hollywood TV en alles. Dus, en daarna toen zijn we wezen lunchen de dag daarna. Even napraten en zo. En toen was er een fotograaf van de ANP, die was daar. En die heeft ons gefotografeerd. Ik zie papa ook, zo... Maar we hebben ook nog wel heel erg feest s'avonds. Ja, ja dat ook, ja. Vergeten, denk ik. Ja? Ja, ja dat was nog... Papa ook? Ja. Zo te zien. Tot 12 uur s'nachts. Dat was tot 12 uur... Er hadden goede biertjes in de York. Ja, heel goede biertjes. Van alles. Het was tot 12 uur s'nachts hebben we daar nog gefeest. En daarna toen wilden de producer en de regisseur en zo, die wilden allemaal nog even ergens anders naartoe. Dus toen gingen we naar een hotel zo of naar een bar. En die was eigenlijk voor de 21, boven de 21. En ja, ik kwam er dus eerst niet in. En toen zei Maarten, de scenario schrijver, die had de Emmy zo vast. En die zei van, ja, maar dit is ons ticket, hier kunnen wij toch wel mee in. He's a famous star. Ja. Yeah. Hello. Hij had de Emmy zo vast en hij gaf het zo aan die bewaker. En die zei van, ja, ik bel wel even iemand. Dus die baas die komt eraan. En, hij heeft toch niet betaald met die Emmy, hè? Nee. De NDA. Nee, hij heeft de Emmy nog wel? Ja. Oh, oké, okay, ja. Gelukkig. En Maarten die pakt hem uit die doos zo. Hij zit in een hele grote kist. En hij pakt hem uit die doos. En er komt die baas die komt om de hoek gelopen, zag ik. En hij deed meteen zo van, ja, laat ze maar binnen. Wat was het eerste zinnetje wat u tegen uw zoon heeft gezegd? Of tegen Lars, toen hij won? Gefeliciteerd. Ja, dat denk ik ook, ja. Heel knap gedaan. Ja. En ik zat eigenlijk niet, want ik heb hem pas aan de rand gezien, want ik zat, hij zat aan de andere kant van de tafel, dus die vloog meteen naar het podium. Maar ik heb hem al even gefeliciteerd, ja. Ja, en hij en de vrouw van Patrick, die moesten blijven zitten. Dus toen ging iedereen, die ging er mee op, behalve jij en de vrouw van Patrick. Ja. Wie was de eerste die je daarna gebeld hebt? Eerst mama. Daarna heb ik... ja, gefeliciteerd en zo. Eerst had ik nog gezegd dat we niet hadden gewonnen, dat we als tweede waren. Maar ja. Als schijntje. Ja, als schijntje. Maar je weet nooit of je tweede of derde bent als je met z'n drieën bent genomineerd. Dus dat trapte ze gelukkig wel in. En daarna toen heb ik de krant gebeld, want toen had ik beloofd dat ik die zou bellen om 3 uur 's nachts. En daarna heb ik Indy gebeld, de medespeelster, heb ik wakker gebeld. Ja, want die was niet. Nee, die was er niet. Nee, oké. Okay. Hey, en toen, daarna, na heel je ervaringen in Amerika, vloog je weer terug. Ja. Kwam je in Liemt. Dat was een huldiging. Laten we even terugkijken naar dat moment. Lars, de eerste vraag die in mij opkwam, jongen, was: wat dacht jij toen je daar in die grote zaal zat
En ze zeiden, the winner is anything go. Wat ging er toen door jou heen, jongen? Dat wil iedereen hier weten, dat weet ik zeker. Ja, ik begon te juichen. Iedereen die sprong op. En ik was nog, eigenlijk was ik een beetje zo nog aan het denken van, is dit onze film? En de titel was ik een beetje aan het vertalen. En toen dacht ik van, ja, dit is onze film. En toen rende ik het podium op. En daarna heb ik Indie wakker gebeld. Maar altijd als ik in Liemde kom, zeg ik, als jullie iets doen, doen jullie dat met heel veel kwaliteit. Jullie doen veel en met heel veel kwaliteit. Maar dat jullie tot zulke hoge kwaliteit konden komen, dat had ik in mijn stoutste dromen zelfs niet verwacht. Het moet voor jou toch een grote eer zijn om in New York te staan en daar een Emmy op te halen. Voor jullie beiden trouwens is dat een geweldige eer om hem te krijgen. Wat ik jou graag aan wil reiken, dat is de prachtige cultuur, sport- en cultuurpenning van de gemeente Boxtel, de bronzen. En die ga ik nu in speldvorm bij jou opspelden. En ik hoop dat als ik dit aan jou geef, ik ook gelijk heel veel jongeren in onze gemeente inspireren om hetzelfde te doen als jou. Lef te hebben, te durven en proberen met kwaliteit te presteren. Alsjeblieft, jongen, voor jou. Een groot applaus voor Lars. Dankjewel. Dat moet wel heel bijzonder zijn. Ja. Ja, het was heel bijzonder. Het was ook heel onwerkelijk. Ik zat daar zo in die hele grote Amerikaanse auto en van tevoren was er nog pers bij. Ja, ik zeg nou expres, zeg ik pers. Ik ga geen SBS. Oh. Ja. En die was er dus bij. En dus zat je dus in die hele grote auto. En er kwam politie, kwam er voor rijden. En heel veel mensen die kwamen achter ons rijden en zo. En daarna toen zijn we dus naar het raadhuis geweest. En daar heb ik op het trotswagen staan, volgens mij. Hoe noem je dat? Bordes. Ja, Bordes. Ja, want in één keer wil de burgemeester je zien. Ja. Ja. Had je die al ooit eerder ontmoet of dat niet? Ja, met toen ons pap. Die was carnaval. Prins carnaval. En die, toen heb ik hem ook ontmoet. En toen heeft hij mij ook gefeliciteerd. Want toen waren we een beetje prijzen aan het winnen. En toen kwamen de eerste prijzen die kwamen binnen. En de film die werd al een paar keer gedraaid. Wat ik me afvraag, hè, Wim, als ik je Wim mag noemen. Ja, natuurlijk. Gewoon normaal. Natuurlijk. Hoe sta je er nu als ouders eigenlijk in? Want Lars heeft nu een Emmy gewonnen, hè? Wat toch een enorm grote prijs is. Ja. Hoe gaan jullie hiermee om? Gewoon met gezond boerenverstand, zeggen ze dan. We proberen. Hij maakt zijn school gewoon af. Hij doet eigenlijk gewoon alle normale dingen en verder wachten we gewoon af wat er gaat gebeuren. Of er eventueel nog iets komt of wat er verder gaat Ja, maar ik bedoel gebeuren. Het even, want ik kan me voorstellen dat... Ik kom zelf uit een familie waarin zowel mijn neefjes als nichtjes ook in films spelen, et cetera. Misschien komen er nu in één keer mensen op jullie af waarvan je denkt van... Nou, je bent in het verleden ook nooit gedacht komen zeggen, waarom kom je nu wel? Nou, dat valt wel mee. Nou, ik heb heel veel Facebook-verzoeken en alles van iedereen. En die, ik ken er bijna geen één. Dus ja, die moet ik dus ook allemaal verwijderen of zo. Ik ken ze echt niet. Nee. Want hoe reageert de omgeving nu naar jou toe eigenlijk? Of jouw je klasgenoten? Ja, heel positief, heel leuk. Ze doen allemaal heel goed. Ze zijn met de jeugdsnel zijn ze mee op televisie geweest en vonden ze allemaal heel leuk en deden ze ook allemaal heel goed mee. En het was gewoon, het is super leuk dat ze ook bij de huldiging zijn gekomen. Dat was het leukste. En wat Lars, die heeft nu in Alles Mag gespeeld. Hoe was Lars vroeger als jongen eigenlijk? Wilde die altijd al acteur worden? Nou, het was wel zo. Hij had vroeger altijd gezegd, ik wil wel beroemd worden. Dus dat is al een klein beetje gelukt. Maar als wij een verjaardagsfeestje hadden of er waren mensen op bezoek, dan ging hij altijd met zijn zusje het heel stukje voorbereiden. En dan moesten wij allemaal kijken. En dat deed hij altijd wel. En verder had je eigenlijk nooit echt veel opgetreden. Een keer had je een reclamefilmpje gedaan voor het Groene Woud. Nou, heel veel aandringen van ons, want in het begin wou je het eigenlijk niet, maar het was dan toch gelukt. Ja. En dat ging ook goed. En in Lindunen is ook al het Ploegenlang Festival voor de carnaval. Had je nooit meegedaan,
altijd gezegd van ik doe maar één keer mee. En dan is als ik prins wil worden. En toen had je het ook, toen had je het ook meegedaan. Ja, want heb jij ooit toneelles gehad überhaupt? Of heb je ooit geacteerd ergens op school? Ik heb wel ooit eens toneelles gehad, maar dat was na de film. Heb ik was een soort module op school. Oké. En hoe want stond je ergens ingeschreven? Bij wie stond je ingeschreven? Want misschien zijn er heel veel kinderen thuis die misschien ook wel net als jij in een film willen spelen. Ik stond bij Marten Majet ingeschreven. En nu sta ik ook nog bij Elske's Kast ingeschreven. Maar bij Marten Majet heb ik dus de film Alles Mag heb ik daar dus gekregen. De rol voor de film. En daar stond ik dus ingeschreven. En wat toen je auditie moest doen ooit voor die film, hoe vaak, wat moest je toen doen? Ik moest een spreekwoord voorbereiden over carnaval. En ik was net Prins Carnaval geweest, dus dat was wel heel leuk. Ik heb allemaal medailles had ik meegenomen en zo. Dan was de regisseur was er heel erg van onder de indruk dat ik zoveel mee had genomen en dat ik zoveel kon vertellen. En ik had volgens mij 5 A4'tjes dat ik helemaal vol getypt en zo om die spreekbeurt. En ik heb er nog geen één voorgelezen helemaal. Dus het was iedere keer 5 A4'tjes en dan zo, oké, nou mag je dit gaan doen. En nou dit zo. Wat wil je in de toekomst eigenlijk? Wat zou je graag willen? Ja, het lijkt me wel heel leuk om een bioscoopfilm, om die bijvoorbeeld te doen. Dat lijkt me echt heel leuk. En korte films ook gewoon heel leuk te doen. En reclamefilmpjes ook en zo. Daar sta ik ook allemaal voor open. Dus het lijkt me wel heel leuk om ermee door te gaan. Ja, want zijn er al nee. aanbiedingen? Zijn er al mensen die gebeld hebben? Nog niet. Of ja, niet. Nee. Nee. En Indie heette ze ook niet? Indie Japan, ja. Oké. Want heeft zij ook al een nieuwe film of nog niet? Nee. Zover ik weet niet. Oké. Dus na de Emmy Award gaat het leven gewoon verder. Rustig in Liemt. En ga jij gewoon rustig lekker naar school toe. Ja. Perfect. Hey Lars, ontzettend dankjewel. En Wim ook dat jullie hier aanwezig waren. Graag gedaan. Dennis, ik zou zeggen, take it away! Ja. Get up in the evening. And I ain't got nothing to say. Come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I'm nothing but tired. I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I can use just a little. Can start a fire. Even if we're just dancing in the dark. Message keeps getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. Check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Then I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. Well, I just know that you can start a fire. You can start a fire without a spark, and this comes from fire. Well, even if we're just dancing in the dark. Woo, Dennis! Heerlijk, man. Dat is een lekkere stem. Ja, super. Ja, voordat we zo verder gaan. Marieke, hoe gaat het? Goed. Ja? Ja hoor. Wat ben je eigenlijk aan het maken? Nou, ik ben een dessertje aan het maken met chocolade en exotisch fruit met allerlei verschillende textures. Dus we gaan een valse caviar maken, een imitatie caviar, een kleine cannelloni. We hebben al schuimpjes gemaakt. Dus van allerlei texturen op een bord die weer een heel mooi geheel gaan vormen. En zijn de rollen nu in één keer omgedraaid? Jouw oude mentor is nu in één keer jouw assistent geworden. Dit, doe dat. Payback time. Ik kom ze dadelijk bij jullie proeven. Hoe lang ongeveer nog? Zeg maar.
Okay. Ik kom zo naar jullie toe. Ja, van de internationale Emmy Award nieuws gaan we in één keer naar boksers actualiteiten. Want al een aantal jaren hebben we over het PAS, het programma Hoogfrequent Spoor. Er zijn enorm veel vragen vanuit de gemeenschap. Gaat het nog wel door? Hoe lang gaat het duren? Hoeveel geld gaat het wel niet kosten? Wie gaat het betalen? Daarvoor bij mij op de bank Ludwig van Duren en Bas Gel namens gemeente Bokstel. Dankjewel dat jullie aanwezig zijn. Graag gedaan. Ludwig, hoe lang duurt het nu eigenlijk al? Het duurt al lang. we zijn nu in totaal een jaar of 3-4 al bezig. Vanaf het moment dat het Rijk met plannen kwam voor het programma Hoofdkwijn Spoorvervoer, zijn we direct als gemeente Boksel daarin gaan acteren om te kijken van hey, hier ligt een kans, daar willen we iets mee gaan doen. Dat is inmiddels een jaar of 4 dat we daarmee bezig zijn. En zoals we die nu voor ogen hebben, duurt het zeker nog een jaar of 5 voordat het project dan ook helemaal gerealiseerd en afgerond is. Mm-hmm. Voor de gemeente Boksel. Ja, ja, precies. Want ja. Vanuit de gemeenschap ontstaan er wat vragen, maar die gaan we zo behandelen. Ja, ja. Maar is er een reden waarom zo'n voortraject heel lang duurt? Misschien kan Bas of ik weet niet. Ja, voornaamste reden natuurlijk is dat er best wel veel partijen bij betrokken zijn. Hè? Alleen de gemeente, ministerie, ProRail, provincie. Ja. Dan heb je wel wat spraakwater nodig voordat je iedereen op één lijn hebt gekregen. En dan natuurlijk nog de Bokselse gemeenschap die tot keuzes moest zien te komen. En ook dat is best een pittig traject geweest. Dus vandaar dat het wel even geduurd heeft. Ja. Waarom zijn jullie ooit als Bokselse gemeente eigenlijk bij Ludwig terechtgekomen? Ja. Goeie vraag. Nou ja, wij hebben natuurlijk veel expertise op de loonlijst staan, maar echt niet voor alles. En zeker voor zo'n groot project, ja, zoek je iemand die vaker met dat soort grote bijlen gehakt heeft. Mm-hmm. En Ludwig heeft dat gedaan en kon een cv presenteren waarvan wij wel dachten van nou, die gaat voor ons mooie dingen doen. Om de lat nog maar even wat hoger te leggen, die maakt hij tot nu toe allemaal waar. Je zoekt gewoon goede expertise die wij niet standaard op de loonlijst hebben staan. Ja. Ik zei het al, de gemeenschap heeft wat vragen. Ja. We zijn de straat op gegaan, we hebben mensen wat vragen laten stellen. Laten we naar de eerste vraag kijken. Ik zou wel heel graag willen weten waarom ze het niet gewoon open houden. Dus de poort naar onze economie van Bokstel, toch? Dus gemeente, waarom kan er niet een betere oplossing komen hiervoor? Ja, een van de vragen. Ja, ja. Ja. Duidelijke vraag. Duidelijke vraag, ja. Ja. Graag antwoord. Ja. Nou ja, de reden waarom er uiteindelijk gekozen is om de dubbele overweg te sluiten, dat heeft ermee te maken, twee redenen. Eén, hebben we dat uiteraard met een stukje burgerparticipatie gedaan. Dus we hebben de burgers ook van tevoren gevraagd om mee te denken wat de oplossing is. Wat de oplossing zou zijn. Nou, die oplossing die nu gekozen is uiteindelijk door de gemeenteraad, dat was één van de varianten die door de burgers dus zelf ook ingebracht is. Maar daarnaast, nog wel de belangrijkste reden is, de dubbele overweg is een belangrijke verbinding tussen het centrum en Ladonk. Maar daarmee geeft hij ook overlast voor de routes door het centrum heen. Dus er gaat vrij veel verkeer de dubbele overweg over. Mm-hmm. En de routes naar die dubbele overweg toe, die zijn niet uitgerust om dat verkeer af te wikkelen. Dus de leefbaarheid in bijvoorbeeld de Baroniestraat, die zal alleen maar slechter worden op het moment dat je die dubbele overweg openhoudt en daar mogelijk maatregelen neemt om het verkeer beter te faciliteren. Mm-hmm. En uiteindelijk is dus de keuze gemaakt van nou, kunnen we het verkeer daar niet weghalen en kunnen we een omleidingsroute creëren. Waardoor je dus inderdaad en die leefbaarheid verbetert in het centrum, zeg maar. Mm-hmm. En daarmee ook de bereikbaarheid voor Ladonk wel blijft borgen. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk uitgangspunt geweest. En waren de ondernemers op Ladonk het hier ook mee eens uiteindelijk? Nee, de ondernemers die willen het liefst dat de dubbele overweg open blijft. Naast de maatregelen die we al waar we al mee bezig waren, zijn een verbindingsweg, dus een tweede ontsluiting voor Ladonk. En het optimaliseren van de verbinding Keurtse Baan, dus vanaf de A2. Dus naast die twee maatregelen hebben de ondernemers het liefst dat de dubbele overweg ook nog open blijft. En mm-hmm. daarvan heeft de gemeenteraad uiteindelijk dan gekozen om te zeggen van nou, op het moment dat we twee goede ontsluitingen hebben voor Ladonk, dan kan de dubbele overweg dicht en daarmee kunnen we de kern Bokstel kunnen we ontlasten van verkeer en de leefbaarheid verbeteren.
Ja, ja, precies. Maar ik neem aan dat mensen nu wel de vraag stellen van... waar komen nu de zware punten te liggen dadelijk uiteindelijk? Want het verkeer moet ergens langs. Ja, ja. Nou ja, goed, daarvoor... Welke bewoners krijgen misschien meer verkeer voor de... Het verkeer gaat verschuiven uiteraard. Ja. Hè? Het verkeer wat weggaat bij de dubbele overweg gaat ergens anders naartoe. Wat we gaan faciliteren is dus die Keulse baan. Hè, want dat is de hoofdontsluiting van Ladonk. Uh-huh. Wat je nu ziet is dat er behoorlijk wat verkeer vanaf Boksel Noord door de kern naar Ladonk rijdt. Uh-huh. Nou, op het moment dat de dubbele overweg eruit gaat, zal dat verkeer langer op de A2 blijven. En zal het via de Keulse baan, de route die we daar ook voor gaan uitrusten, Ladonk bereiken. Maar wat we ook geconstateerd hebben is dat er bijvoorbeeld een lichte toename gaat plaatsvinden op bijvoorbeeld de Leenhoflaan. En we weten dat de bewoners zich daar zorgen over maken. Mm-hmm. Dus we hebben ook gezegd van nou, we moeten ook maatregelen nemen in het deelgebied Tongeren om te zorgen dat daar geen extra verkeer gaat ontstaan. En als dat extra verkeer gaat ontstaan, dat we dat zoveel mogelijk gaan ontmoedigen. Ja. Dus we hebben daar op basis van verkeersmodelberekeningen kun je dan simuleren van hoe gaat het verkeer in de toekomst eruit zien. En daar hebben we dus gezien van waar toenames gaan plaatsvinden en waar afnames. Maar ja, het grote voordeel, waarom dus uiteindelijk die keuze hierop gevallen is, is dat het centrum echt zwaar ontlast wordt. En ja, enkele straten... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ja. Berekeningen ja, zijn berekeningen, maar ja. dat spreekt nog niet voor hoe de mensen absoluut in de straat het zelf absoluut gaan ervaren. Nee, zijn we ons ook zeker bewust. Ja, ja, absoluut. Volgende vraag. Ja. Wat zou u nu als allerliefst willen weten? Hoe het bij mij voor de deur eruit komt te zien. Ik weet dat er een fietstunnel komt, dus ze moeten een keer naar beneden. En ik woon vrij dicht hier, ja, bij het kruispunt, zeg maar. Dat ik denk van ja, hoe gaat er voor mijn deur uitzien? Ja, deze mevrouw die woont bij de dubbele overweg eigenlijk. Ja. Die weet dat er een fietstunnel gaat komen. Vertelde in het interview ook nog, ik heb eigenlijk anderhalf jaar, twee jaar al bijna niks meer gehoord. Mm-hmm. Ik zou graag inzage willen. Kun je antwoord geven hoe het eruit gaat zien? Ja, wij weten al aardig hoe het eruit komt te zien, de fietstunnel in dit specifieke geval. Ter plekke van de dubbele overweg komt een fietstunnel. Vanaf het moment dat je de overweg gekruist bent, gaan we zo snel mogelijk omhoog. Weliswaar met een aantrekkelijke helling, dat fietsers daar ook fatsoenlijk naar boven en naar beneden kunnen. Dus dat betekent dat we ja, zeg maar na een 100 meter ongeveer weer op het maaiveldniveau zitten. Aan de overkant, dus aan de Ladonkzijde, daar zal de fietstunnel ook nog onder de huidige Mijlstraat en Kapelweg doorgaan. Mm-hmm. En dan met een lus teruggaan richting Mijlstraat Kapelweg. En de aansluiting Tongeren, daar is nog discussie over. In de plannen zoals ze nu liggen, hebben we daar een luie trap voorzien. Zodat fietsers met de fiets aan de hand via een trap daar de fietstunnel in kunnen. En we hebben nog een opgave liggen om te kijken of we daar toch met een hellingbaan, zodat fietsers daar ook fietsend zeg maar, de fietstunnel in kunnen. Maar ja, daar hebben we onderaan in de tunnelbak zeg maar, hebben we dan wel een veiligheidsvraagstuk liggen om te kijken van of die fietsers niet met een enorme vaart die fietstunnel in komen fietsen en gewoon het kruisende verkeer. Dus dat is nog een opgave. Ik kan me herinneren in Amsterdam is ooit iets gebeurd met een of ander evenement dat er skaters heel hard naar beneden. Dat is onze zorg, dat niet gaat gebeuren, maar we willen zeker gaan we de inspanning nemen om te zorgen dat er geen luie trap komt, maar wel een helling, maar wel een veilige. Bas, jij bent van de communicatie binnen de gemeente Boksel. Fijn in ieder geval dat jullie vandaag hier op de bank zitten om te praten. Dat jullie ingegaan zijn op de uitnodiging. Maar hoe komt het toch dat mensen zeggen van ja, ik weet zo weinig. Want wat, kun je daar iets over zeggen? Het komt denk ik voor een heel belangrijk deel. We hebben intensief gecommuniceerd in de tijd dat we met elkaar aan het bedenken waren van hoe gaan we het oplossen. En daarna is er een lange periode na het besluit van onze gemeenteraad geweest. Ja, waarin wij als gemeente vooral aan het onderhandelen waren met provincie en Rijk over de verdeling van de kosten. Andere afspraken die we met elkaar moeten maken. Ja. En dat is een fase waar je heel moeilijk iets over kunt vertellen. Behalve om de zoveel tijd, maar de one-liner. We zijn met elkaar aan het praten om de kosten et cetera goed te verdelen. En voor mensen die niet dagelijks met de gemeente bezig zijn. En als het goed is, de meeste van onze inwoners zijn niet dagelijks met de gemeente bezig. Ja, dan ontstaat er een stilte. Dat is heel begrijpelijk. En ook moeilijk op te lossen voor een communicatieman als ik. Je hebt iedere keer maar een hele korte boodschap. En als je die wat vaker gaat herhalen, gaan mensen ook denken van oké, er gebeurt nu op dit moment even niks. En dus valt er een stilte. Dus wat die mevrouw zegt, dat herken ik. Kunnen we de raadsvergaderingen niet voortaan gewoon live uitzenden hier op Dommeland?
Nou, laten we daar maar eens naar gaan kijken. Zullen we erover praten? Ja, over praten gaat altijd. Nee, zou een mooie aanwinst zijn. Ja, dan pikken mensen toch een boel mee. Oké. Okay. Volgende vraag. Dit is een zaak, de, ik denk dat ik er niet meer mee maak dat het opgelost wordt. Want ik weet nog dat die huizen in de Bareniestraat stonden en die zijn afgebroken voor een onderdoorgang bij het spoor. Ik hoef tegen u niet te vertellen hoe lang dat er geleden is. Heel lang. Maar er tekenen nog 10 jaar bij. 25 jaar lopen denk ik al, hè? Ja. Of nog langer. Ja. Ja. Dus ik maak het niet meer mee. Zou je iets aan de gemeente willen vragen daarover? Dat ze het heel snel gaan doen. Want het is gewoon een opstopping hier altijd, hè? Dubbeloverweg. Oftewel, wat is je vraag? Wanneer gaat het plaatsvinden? Wanneer gaat het plaatsvinden, ja. Duidelijke vraag. Alweer een duidelijke vraag, ja. Nee, wanneer... Ja, die mevrouw zei ook nog, ik denk dat ik het niet meer mee ga maken. Ik denk het wel. Ja. Ja. Nee, we zijn eigenlijk nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gemeente, wat die mevrouw ook al aangaf, al jaren bezig met dit probleem. Dubbele overweg is al jaren een probleem. En we hebben ook inderdaad een aantal bijeenkomsten gehad en tentoonstellingen gehad in het centrum. Nou, daar ook veel mensen gesproken. En dan hoor je mensen zeggen van nou, ik weet dat er nog maquettes liggen van 40 jaar geleden. Ja. En zo lang speelt het probleem al, zo lang is men ermee bezig. Dus heel begrijpelijk dat mensen het geloof verloren hebben. Zou daar de onrust denk je een beetje vandaan komen dan? Nou, weet vooral de vraag of het er überhaupt van gaat komen. Ja. Als je inderdaad al 30, 40 jaar binnen een gemeenschap over zoiets praat. Ja. En er is nog geen oplossing. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat bij de zoveelste keer dat er iets in beeld komt dat mensen denken, ja, ik wacht het even af. Ja. Ja, ja. Tussentijds ook een paar keer heel dicht bij een oplossing geweest. Hè? Ja. En ja, ik zeg al, zover als we nu zijn, zijn we eigenlijk nog nooit geweest. We hebben gewoon financiële overeenstemming met partijen. We hebben zelfs inmiddels een bestuursovereenkomst liggen die een deze dagen getekend gaat worden. Waarin echt concrete afspraken staan van hoe we met elkaar gaan samenwerken en hoe we tot het eindproduct gaan komen. Als je kijkt van nou, wanneer moet dat dan plaats gaan vinden? Nou, dat moet vanaf nu tot zeg maar 5,5 jaar, wat ik net in het begin al zei, zijn we nog bezig om het te realiseren. Maar dan moet het hele maatregelenpakket moet uitgevoerd zijn. Waar we mee beginnen zal de verbindingsweg zijn tussen Ladonk en de Kapelweg, want we hebben een heel pakket bedacht met elkaar. Dus eerst maken we de gemeentelijke infrastructuur, maken we dusdanig op orde dat we ook het verkeer om kunnen leiden. En als laatste van het hele maatregelenpakket zal dan de dubbele overweg gesloten gaan worden. Dus eerst het gemeentelijke infrastructuur op orde, dan de fietstunnel realiseren en dan pas definitief het spoor of de spoorwegovergangen eruit gooien. Jij zegt dus eigenlijk binnen nu en na 5,5 jaar moet alles er liggen. Is het helemaal af? Ja. Op basis van de huidige planning en als alles goed gaat. En jij gaat zelf als opzichter daar staan. Niet als opzichter, maar ik hoop wel nog het project nog even vast te kunnen houden. Ja? Ja, absoluut. Ja. Want merendeel van dat soort projecten, en dat hebben we natuurlijk ervaren in heel Nederland, lopen natuurlijk enorm uit. Ja, ze lopen uit qua planning en qua kosten, om daar ook maar meteen op in te gaan. Qua planning, dat risico lopen we nog steeds enorm. Nogmaals, ik zeg, als alles goed gaat, hebben we op dit moment een planning van 5 jaar. Daar zitten een fors aantal procedures in. We moeten voor alles nog een bestemmingsplanwijziging doorvoeren. We moeten nog allerlei hele moeilijke, lastige besluiten nemen. Bijvoorbeeld een onttrekkingsbesluit voor het sluiten van de dubbele overweg. Verkeersbesluiten, allerlei vergunningen. Nou, daar hangen allemaal procedures aan vast waar iedereen zijn zegje over kan doen. We weten dat niet iedereen het met de plannen eens is. Mm-hmm. Dus er gaan bezwaren komen. Nou, bezwaarprocedures hebben we rekening mee gehouden. Maar als die helemaal tot aan de Raad van State doorgaat, dan zou dat tot vertraging kunnen leiden. Daarnaast hebben we ook nog heel veel gronden niet in het bezit die we nodig hebben om bijvoorbeeld de verbindingsweg te realiseren. Nou, op het moment, we willen met alle partijen willen we proberen tot minderlijke aankoop te komen. Maar de gronden, dat bedoel je mee de ondergronden. De bedrijven, de landelijke bedrijven die onder andere... Weilanden en dergelijke die we nodig hebben om de weg op te realiseren, maar ook om de Kultsebaan bijvoorbeeld te verbreden. Daar hebben we waarschijnlijk ook gronden nodig. Maar dat nodig. Is nog niet geregeld nu? Die moeten nog aangekocht worden. Dat kun je pas doen nadat je politiek het besluit hebt genomen dat je het zo wil gaan doen. Je kunt mensen natuurlijk niet... Nog geen voorstel... Nee, je gaat geen gronden aankopen als je nog niet zeker weet dat je ze wil gebruiken. Dat is ook... Ook de financiering niet, hè? Op het moment dat je dus geen zekerheid hebt en je koopt allemaal gronden aan als gemeente en het gaat niet door, dan zit je met al die gronden... Ja. Je zegt net, we zijn tot overeenstemming dat we willen gaan tekenen. Ja. Dat is, neem ik aan, met de provincie
staatssecretaris aan de gemeente. Gemeente Bokstel. Ja. Wanneer? In deze dagen. Vorige week donderdag is in de Raad van Vught is het laatste besluit genomen dat ook de gemeenteraad van Vught instemt met de bestuursovereenkomst. Wat we al eerder gezegd hebben, het is een samenhangend pakket tussen Vught, Haren en Bokstel. Wat wel geresulteerd heeft in 3 afzonderlijke bestuursovereenkomsten. Maar eerst moesten alle raden en staten moesten akkoord zijn met de bestuursovereenkomsten. Dus afgelopen donderdag is de gemeenteraad van Vught als laatste akkoord gegaan. Die week daarvoor provinciale staten. En nu wordt er gezocht naar gewoon heel plat een datum in de agenda's van alle bestuurders. Ja. Om elkaar te treffen om de handtekening te gaan zetten. Ja. En ja, dat zal één deze dagen gaan gebeuren. Maar het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren, ja. Ja, nou, die gemeenteraden en provinciale staten en zo, die zijn akkoord. En dat is eigenlijk ja, veel belangrijker dan de vulpen handtekening. Die moeten natuurlijk nog voor de formaliteit. Maar die volksvertegenwoordigingen zijn akkoord. Wat ik me afvroeg, hè, ik heb het internet een beetje afgesnuffeld. Er staat zo'n conceptovereenkomst uit 2014 is te vinden op internet. Ja, ja. Dat weten jullie ook? Ja, dat weten we. Ja, ja. Waarom ja. staat die op internet? Omdat de conceptovereenkomsten behandeld zijn in de gemeenteraden en in de provinciale staten. Ja. En alles wat daar behandeld wordt is openbaar. Het stond nog zo'n stempel vertrouwelijk concept. Ja. Dat is ook de reden wat Bas net zei van waarom het lang stil is geweest. Het is natuurlijk een heel vertrouwelijk proces om die onderhandelingen te voeren. Van nou, wie gaat wat betalen, hoe gaan we met risico's met elkaar om. Nou, dat is een heel vertrouwelijk proces geweest. Uiteindelijk lag er een concept waarvan ambtelijk gezegd werd van oké, deze kan behandeld worden in de raden en staten. Ja. Dat is ambtelijk, maar dat is dan ook even bestuurlijk afgetast van of dat kan, ja of nee, met de staatssecretaris, met de gedeputeerden, met de portefeuillehouder. En vervolgens zijn de verschillende bestuursovereenkomsten naar staten en raden gestuurd. Ja. En daarmee zijn ze openbaar. Ja. 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 En die stempel vertrouwelijk is om ervoor te zorgen dat iedereen hem leest. Wat zeg je? Die stempel vertrouwelijk is om ervoor te zorgen dat iedereen hem leest. Ja, ja. Nee. Hij staat niet bij iedere gemeente erop, hoor. wij zijn kei transparant. Ja. Volgende vraag. Heb je iets waarvan je denkt van dat is me niet duidelijk? Ja, ongeveer hoeveel dat gaat kosten, denk ik. En waar dat geld vandaan komt, dat ben ik daar wel benieuwd naar, eigenlijk. Of wij het als burgers moeten gaan betalen. Juist. Ja, die vraag is denk ik logisch. Ja. De grote angst bij veel mensen is... Hey, mijn WOS is omhoog gegaan. We hebben allemaal de WOS vorige week gekregen. Hoe kan dat? Heeft dat hiermee te maken? Nee. 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 Hoeveel gaat het kosten? Het totale project is op dit moment geraamd op 38,4 miljoen. Dat is ook een taakstellend budget wat we dus mee hebben gekregen. Dat ligt ook vast in die bestuursovereenkomst met allerlei veiligheden om continu te controleren of we daar binnen blijven. Dat is het taakstellend budget. De gemeente Bokstel staat voor die 38,4 voor 6 miljoen euro aan de lat. Er stond al een deel gereserveerd in de begroting van de gemeente Bokstel. En de gemeenteraad heeft in december een pro forma besluit genomen om ook het resterende bedrag om daar garant voor te gaan staan. En het college heeft nu de opdracht van de raad gekregen om met dekkingsvoorstellen te komen de komende jaren. Want we hebben natuurlijk niet het hele bedrag vanaf begin af aan nodig. Om met een dekkingsvoorstel te komen de komende jaren om de restant dekking te vinden. En dus dat is op dit moment is dat nog niet aan de orde dat dat een WOZ-verhoging of wat dan ook zou zijn. Er wordt nu gezocht om te kijken van nou waar gaan we dat de komende jaren uit financieren. Maar de raad heeft wel garant gestaan richting staatssecretaris van wij leggen die 6 miljoen op tafel. Mijn vraag wel is natuurlijk, hè, we hadden het net al over een uitloop eventueel. Ja. Is dat beraamd ook in deze kosten? Een uitloop qua tijd of qua kosten? Stel je voor dat het wel langer gaat duren. Of dat de dingen tegenvallen qua bouw. Als het langer gaat duren, dan geldt nog steeds dat alles binnen het taakstellend budget gevonden moet worden. Dus op het moment dat we ergens een tekort hebben en dat tekort kan ontstaan als gevolg van tijd. Hè, tijd is geld. Dan moet het gevonden worden binnen het project. Dus dat betekent dat er ergens versoberd moet worden om binnen het totale taakstellende budget van 38,4 miljoen te blijven. Dat geldt hetzelfde voor geld. Op het moment dat er bij een deelproject overschrijding is, want we hebben het hele totale project opgedeeld in een aantal deelprojecten, moet die overschrijding gevonden worden in de andere deelprojecten. Dus het totale taakstellende budget mag niet overschreden worden. Alleen bij de laatste uitvoering, op het moment dat je het laatste deelproject gaat uitvoeren en er is dan een overschrijding, dan zijn er afspraken gemaakt in de bestuursovereenkomst. Dan gaan partijen ieder voor haar deel
aan de lat staan voor de overschrijding. Maar dan nog zal er eerst een heel duidelijke analyse plaats moeten vinden van waar komt die overschrijding vandaan? Mm-hmm. Is het aantoonbaar, verwijtbaar van een van de partijen? Want dan wordt eerst die partij erop aangesproken. Ja, en dat kan of de gemeente zijn of ProRail. Ja. De afspraken zijn heel strak met elkaar gemaakt om binnen dat budget van 38 en een beetje een miljoen te blijven. Ja. En dus 6 miljoen voor de gemeentebox. Hoe sta jij eigenlijk nu in dit hele project? Want je hebt allerlei projecten binnen gemeentebokstel, maar dit is volgens mij wel dit is een project van die... wat al heel lang loopt. Ja, en dit is natuurlijk een van die projecten waarvan je eigenlijk hoopt dat je meemaakt dat we tot keuzes komen. En ik ben heel intensief betrokken geweest bij het participatietraject. Dus ik vind het wel heel leuk om te zien, zeg maar, dat het iedere keer maar weer een stapje verder gebracht wordt. En dat we dus steeds dichter bij daadwerkelijk realiseren van die oplossingen komen. Mm-hmm. En dan zouden we een heel langlopend boksels-issue wel hebben getackled. Mm-hmm. En dat is lekker. Ja, precies. Ja, ongeacht of zeker niet iedereen is het ermee eens. Het was een hele pittige keuze die gemaakt moest worden. Zeg maar zo'n beetje 50-50, dat zijn altijd zware keuzes. Maar het is wel lekker dat we hem hebben kunnen maken. Want je kunt hem ook laten liggen, dan rijdt ook deze zak met geld van meer dan 30 miljoen voorbij. Mm-hmm. En verwijten we elkaar de komende jaren dat we het hebben laten lopen. Terwijl het probleem, meer treinen, gewoon wel altijd zou zijn voorgekomen. Dus mm-hmm. wat wij ook deden, als we er niet uitgekomen waren, die meer treinen waren wel gaan rijden. Ja, PS gaat door. Ja, dus het is ongeacht, ontzettend lekker dat je een oplossing hebt kunnen kiezen. Dat we nu toch richting realisatie gaan. Dat is lekker. Realisatie, daarover gesproken, volgende vraag. Ja, logisch. Wat zou u nu graag willen weten? Of de plannen nog te herzien zijn. Alles kan. We hebben dat met de Hobbedonkerschool gezien. Die ligt eerst in de planning dat je er moet komen. En dan uiteindelijk wordt het roer omgegooid dat het niet kan. Ik heb een heel klein beetje hoop nog dat het met spoorwegplannen hier ook kan. Dat was iemand die het geen goede oplossing vond, neem ik aan. Nee. Hij heeft ook deelgenomen aan het participatietraject en inderdaad... Maar ik vrees voor deze meneer dat het er wel echt gaat komen. Ja? Ja. En wat nou als iemand heel zwaar... Ik ben een leek, hè? Mm-hmm. Ik praat vanuit de burger in deze stoel. Mooi. Jullie hebben getekend eigenlijk het contract. Ja. Dan worden er plannen gemaakt. Mensen mogen bezwaar indienen. Ja. Wat nou als iemand er echt niet mee eens is? Dat je er echt niet uit gaat komen? Nou, als iemand er echt niet mee eens is, dan kom je inderdaad, hè, wat je zegt, in de procedure terecht. Dan kom je uiteindelijk bij de Raad van State terecht. Hè. Dat is de laatste procedurehalte in Nederland die we kennen. Ja, en dan zal de Raad van State uit moeten spreken of wij als gemeente ons werk zorgvuldig hebben gedaan. Dus of wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt. Alle voor's en tegens goed beoordeeld hebben. Of we goed geluisterd hebben naar de omgeving. En of we inderdaad de juiste keuzes hebben gemaakt. Dat zal de Raad van State uit moeten spreken. En als hij negatief uitspreekt, dan hebben we echt een probleem met elkaar. Want we hebben alleen maar afspraken met elkaar gemaakt, en elkaar is dus het Rijk en provincie, over dit over dit maatregelenpakket. En als er iets anders uit moet komen, moeten we dus echt opnieuw met elkaar aan tafel om te kijken van, hebben we een alternatieve oplossing? En is Rijk en provincie dan nog steeds bereid om daar ook weer opnieuw middelen voor beschikbaar te stellen? Maar dan zouden we dit plan eigenlijk helemaal overboord kunnen gooien. Als de Raad van State het vernietigt, hè, zoals dat dan zo mooi heet, je kunt niet terug naar de Raad van State en zeggen van, wilt u het nog eens een keer heroverwegen? Dat zo werkt het niet. Als ze het vernietigen, dan is over en uit en dan moeten we naar een ander alternatief. Of kijken of we kunnen repareren of wat dan ook. Maar de Raad van State, die uitspraak is bindend. Ja. Aan de andere kant kunnen wij heel goed laten zien welk lang traject we hebben doorlopen om iets van 42 varianten naast elkaar te leggen, te beoordelen. En varianten af te strepen en uiteindelijk dus aan te komen bij een handjevol varianten waar dan onze gemeenteraad weer naar gekeken heeft, et cetera, et cetera, et cetera. Het is een hartstikke zorgvuldig traject geweest, maar ja. Vanuit een stukje risicobeheersing kijken wij continu bij iedere stap die we zetten van, is dit de Raad van State proef wat we doen? Hebben we het goed onderbouwd, hebben we het goed beargumenteerd? Ja. Doorstaat het de toets van de Raad van State? En zoals we op dit moment tegenaan kijken, is het antwoord ja. Ja, anders zouden we natuurlijk ook nooit afspraken maken met andere partijen als we er niet van overtuigd zijn. Moet ook zelf in geloven. We hebben nu afgesproken hier, jullie hebben nu je woordje erover gedaan.
Ja. Zullen we dat gewoon iets vaker gaan doen? Prima. Ja? Komen wij ook op het gemeentehuis? Prima. Altijd welkom. Bij de raad filmen. Altijd welkom. Bas? Ja, dat is goed. Ja. Zou je nog iets tegen de mensen thuis willen zeggen? Of iets mee willen geven? Van, nou, als ze vragen hebben, je hebt een aantal hele goede vragen laten zien. Ja. Maar als er vragen zijn die ze beantwoord willen hebben, zoek contact met de gemeente. Ja. We proberen elke vraag te beantwoorden. Ja. Ook als het lang stil blijft. Ja. Ja. Nou, we komen deze maand nog met een nieuwsbrief. Hè, om weer goed informatie op peil te brengen. In die nieuwsbrief worden mensen ook uitgenodigd om eventueel zitting te gaan nemen in een klankbordgroep die we gaan oprichten. Die het hele proces mee gaat begeleiden om te kijken of het proces goed doorlopen wordt. Of dat naar tevredenheid doorlopen wordt. En daarnaast gaan we ook de mogelijkheid bieden om werkgroepen in te stellen waar mensen in kunnen participeren om voor de verschillende deelprojecten ook inhoudelijk mee te kijken. Dus een klankbordgroep voor het proces, werkgroepen voor de inhoud. En dat gaan we deze maand gaan we daarover communiceren, kunnen mensen zich opgeven en daarna gaan we ze inrichten. Dankjewel. En we komen hier vaak langs. We houden jullie de gaten. Nee. Dankjewel voor jullie komst. Graag gedaan. En over deze maand gesproken, 18 maart, niet vergeten te stemmen natuurlijk, hè, bij de gemeente. Goed, Marieke, ik kom even bij je kijken. Hoe gaat die? Goed. Vertel, wat zijn... Jeetje, dat ziet er mooi uit al. Dank je. Wat zijn jullie aan het doen? Kom maar bij. Nou, we zijn een beetje de afwerking aan het doen. Dus alle onderdelen zijn beginnen klaar te zijn. En dan gaan we het op bord zetten. Oké, okay, maar wat is het? Hier hebben we een mousse van chocolade en gember. Een cannelloni met een mousse van mango... Een klein beetje gember ook en citroenver, limoen. Ja, sorry, mijn talen. Die... Ja, nee. Ja, je zit er zo van landen volgens mij. Dat... Ja, maar het is ook omdat ik natuurlijk heel lang in Frankrijk heb gewerkt. En patisserie toch echt wel Frans is. En bepaalde uitspraken heb ik moeite mee om het Nederlands uit te leggen. Zelfs als we gasten in het restaurant hadden in Hongkong. En had je Nederlanders en dan had ik echt moeite. Van, hoe zeg je dat ook alweer? Ja. Dus, maar gewoon allerlei texturen. We hebben gefriesdroogde passie. Een... kokosnootschuimpje, een gestoomd chocoladebiscuitje, een krokant chocoladebiscuitje. En we hebben net caviar gemaakt. Van? Van gembersap. Oh. En hier zijn we nog een moes aan het maken van Ja, maak Malibu. Af wat jullie moeten doen. Ik kijk vol bewondering gewoon met je mee. Fijn. Ja, en ik doe. Oké, okay, okay. Top. Kees, hoe voelt dit voor jou? Ja, geweldig. Om even weer hiermee lekker aan de tafel te staan. Super. Ja? Ja, echt super. Ja. Echt... allerlei trucjes en lekkere smaken en mooie combinaties. Dat past heel goed bij Marieke. Marieke is echt iemand van de smaak. Zo was haar eerste thema ook met de Coupe du Monde. Of bij de World Chocolate Masters had je ook de architect of de taste. Had je als thema. Dus het is helemaal super gelukt. Hey, Marieke, wat ik me afvraag, wat maak je nou het allerliefste? De serre op bord toch wel. Ik heb nu... Ja, de afgelopen 10 jaar restaurants gewerkt, hotelrestaurants. En gewoon spelen met het voordeel van het spelen met dessert op bord. Je kunt allerlei technieken erin zetten, allerlei krokantjes. Het hoeft niet lang goed te blijven. Dus met een taartje moet je er heel goed aan denken dat alles wat krokant moet blijven, moet ook krokant blijven. Dus je bent een stukje meer beperkt. Maar het is gewoon het creëren van nieuwe producten. En dat, ja, dat is die kant die ik nu op ga, dat ik niet meer 100 van elk hoef te maken. Maar als ik dit nou zie, ik heb de hele tijd de neiging om... Hap, bij alles te doen. Volgens mij die cameramannen hier ook allemaal. En die willen allemaal eten. Ik zie Bas ook al op de bank. Ben jij zelf eigenlijk een snoepkont? Ja, nee. Als ik met iets nieuws bezig ben, dan heb ik geen geduld om te weten hoe het wordt. En dan elke keer die oven open pakken. Maar op een gegeven moment ben je ook weer klaar met zoet. En zowel als ik zeg maar uit het hotel ben, ik kijk wel uit. Maar als ik uit mijn baan ben, dan is het toch meer kazen en dat soort dingen. Dat ik er meer moeite mee heb. Oké. Okay. Dus, ik ga geen restaurant uit zonder dessert. Nee? Nee, dat is de maaltijd niet compleet. Nee, dat hoort er echt bij. Ja, het hoort er wel bij. Ja. Maar. Kees, luister. Wij zijn Hollanders, hè? Ja. Hoe kijk je dan aan tegen even vla na het eten? Nou, dat kan ook heel lekker zijn. Ja? En mijn dochter die gaat ook een beetje toetjes maken met vla. En dan moet dat toch wel weer een feestje worden. Ja. Met vla kun je natuurlijk ook... Ja, het gaat natuurlijk om de smaak en om de beleving natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, maak het rustig af. We gaan zo proeven. Ja? Ik ga de kijkers thuis alvast enorm danken voor het kijken. 24 maart is er weer een nieuwe Dommeland Live. Dat wordt gepresenteerd door Brigitte. En Dennis, jij mag weer een mooie muziekje gaan
ten gehoor gaan brengen. Dennis staat trouwens 9 april in Podium Boxtel met de Acoustic Tribute to Bruce Springsteen. Toch, Dennis? Jazeker. Zeg ik het goed? Ja. Dank wel voor het kijken. Tot snel! Was 8 years old, running with a dime in my hand. To the bus stop to pick up a paper for my old man. Sat on his lap in a big old Buick, steer as we drove through town. Toss on my head, sets on take a good look around. This is your hometown. This is your hometown. Your hometown. Your hometown. Back in 65, tension was getting high. At my high school, there were a lot of fights between the black and whites. There was nothing you could do to cause that a light on a Saturday night. The backseat was gone. Words were passed in a shotgun blast. Troubled times had come. Packing up our bags and maybe heading south.